Ik ben hier geboren en getogen. 8 februari 1933. Het pand is nog steeds hetzelfde zoals het mijn grootvader er in wezen intrap. Deze schaaf is van mijn bedovergrootvader. Maar die had een klauw. Een klauw? Die had geen hand, maar die had een klauw. Want kijk, kunt u het zien? Dat is uitgesleten. En daar had hij. En aan deze kant ook. Kijk, hier kan komen. Met mijn vinger. Met mijn wijsvinger. Maar zijn duim zat daar. Daarom zeg ik, die had een klauw. Want je kan niet zo schaven. Dat lukt niet. Je moet hem altijd zo in de muis van je hand hebben. Daarom, daar ben ik heel erg zuinig op. Nou. Als vroeger een jong stel ging trouwen, moesten ze naar de Kuiper, want ze hadden in ieder geval 1 emmer nodig. Want ze moesten water halen. Want in huis was geen water. Met de stadspomp. En dan gingen ze daar water halen. En dan moesten ze naar de Kuiper toe. Om een emmer te bestellen. Dat was het minste. Mijn grootvader, toen hij hier werkte, werkte hij met mijn vader. Een oom van me. Dus de broer van mijn vader. En 2 knechten. En dan waren ze de hele dag bezig. Vooral ook in de inmaaktijd. Want dan maakten ze allemaal vaatjes, inmaakvaatjes, voor mensen die alles inmaakten. Dat was vroeger gewoon, men was zorgzaam. Sperzieboontjes, snijbonen, andijvie, zuurkool, noem maar op. En dat was allemaal in houten vaatjes. Dan kan je nagaan. En in welk jaar was dat ongeveer? Nou, dat zal zo in de jaren 30, 25, 30 geweest zijn, ja. Ja. Ja, dat werkte hier dus 4 man. 4 man, ja. En dan, in die tijd, dan zeiden ze, jongens, we mogen morgen wel een uurtje eerder beginnen. Dan begonnen ze maar om 4:30, 's morgens. Dus normaal was het 5:30, 6:00. En dan werkten ze de hele dag door, tot 's avonds 8:30, 8:00. Dan was het de krant lezen, die had mijn grootvader dan, dan werd de krant even gelezen. Dan was het pap eten, want dat hoorde daar vroeger bij. Pap eten, dat is juist heel erg gezond met een volle maag naar bed, maar ja goed. En dan waren ze naar bed en dat was heel gewoon. Men kende dat niet anders. Vroeger zei men met de deur in huis vallen. Ja, met de deur in huis vallen. Men deed de deur open, maar men stond meteen binnen in de kamer. Ja. Daar komt het spreekwoord vandaan, met de deur in huis vallen. De deur valt in huis. Dit was een huiskamer. Hier hebben 5 mensen gewoond. In deze ruimte. Dat was vader en moeder en 3 kinderen. Toen mijn grootvader, zullen we zeggen, het pand kocht. In 1905 is die daar begonnen. En hier woonden nog 5 mensen. Dat is precies hetzelfde als de huisjes die hiernaast staan. Daar hebben ook gezinnen gewoond. Waar sliep of at men? Op de hoek van de schouw. Daar. Die steunbeer. Moet ik hem even aanwijzen. Ja.
Kijk, op deze hoek, deze steunbeer, tot aan die kant, waren twee bedsteden. En daar sliep vader en moeder daar. En de drie kinderen sliepen in die andere bedstee aan die kant. Er zat geen verwarming in, want de verwarming had men van het haardvuur. Daar kookte men. Water zat er niet in, want er was buiten een pomp. Toilet zat er niet in, want de toilet was gemeenschappelijk voor al deze huisjes. Het heet ook van oudsher het Zakstraatje. Het liep van de Hellestraat tot aan de Westsingel. De toilet was naast de pomp. Vandaar dat later de gemeentereiniging de toiletten en dergelijke en water geput en pompen weggedaan heeft. En toen kregen we de zogenaamde privaattonnen. Toen kreeg men een privaatton van de gemeente. En die werd dan 1 keer of 2 keer in de week werd die opgehaald. En wij noemden hem altijd, want hij kwam hier ook door de straat heen. En dan stopte hij, want ze begonnen om 6:30. En dan stopte hij daar. En dan waren we met z'n tweeën, die lui. En dan hadden ze daar een ton opgehaald en daar een ton opgehaald. En die werden dan in die kar neergezet. En dan zaten ze op de bok. Ja, het is wel een vies praai. En dan werd de blauwe koffiekan gepakt. En de broodtrommeltje. En dan zaten ze op de bok, zaten ze de brood op te eten. En als ze dat dan op hadden enzovoort, dan gingen ze weer verder. En dan gingen ze dus overal die privaattonnen. Mijn vader en mijn grootvader, mijn oom ook, hebben honderden privaattonnen nieuw gemaakt voor de gemeente, maar ook gerepareerd. En dan zou je wel zeggen, ja, maar dat is vies. Nee, die werden keurig schoongemaakt. Want dat was prachtig winterswerk, want dan was het nooit zo druk. De inmaak was over en noem maar op, de regentonnen, nou, het vroor soms. Nou, en dan kon hij het op zich, nou, ze zijn wel eens niet op zijn gemakje, maar dan had hij er hier in de poort, nou, dan stonden er wel 100 van die privaatton. En die maakte hij dan, die repareerde hij, was een stuk uit de bodem of iets dergelijks. Maar die waren allemaal keurig schoongemaakt hoor. Kijk, dat zijn allemaal blokjes hout. En dat zijn, wat zijn dat nou voor blokjes hout? Vroeger werden de tobbes gemaakt, wastobbes. Die werden van een heel vat gemaakt. Dat hele vat dat werd doorgezaagd. Maar daar zaten van die handvaten in. Dus als ik de tobbe gewoon zo teken, zou ik zeggen. En ik kijk er dan zo tegenaan. Dat is dit, de duig. Dan zat hier een opening in, aan beide kanten, in deze doorlopende duigen, want men moest hem op kunnen beuren. U had het over de vloer, waar komen die stukjes vandaan? Dat zijn allemaal deze stukjes die uit dat vat gekomen zijn. Het is helemaal rondom ligt het vol met al die stukjes. Dat is natuurlijk niet in 1 keer, die heeft hij allemaal opgespaard. En wat heeft het voordeel? Het draagt goed, want het ligt gewoon in het zand, droge zand. Het is warm en slijt niet, want het ligt er kops in. En dat ligt helemaal rondom vol. Allemaal met die stukjes ook. Toen mijn grootvader hier dit pand kocht, was hiernaast een boerderij. Dat was een boerderij. En waar werd het vee dan? Het vee dat stond hierachter op de deel. Ja,
Maar dat was de boerderij van Binnendijk. Ja. Binnendijk die later naar de Ganskuil gegaan is. En die had hier 16 koeien staan. En op 1 april, dat was vastenrief, gingen de koeien hier van de Deel naar Hoogland. Ja, Hoogland, dat was toen al nog weiland bij de Lindertseweg. En daarna is hij Binnendijk naar de Ganskuil gegaan. Daar had hij die boerderij toen gekocht enzovoort. En toen is Lefevre er gekomen. Maar de Lefevre heeft er ook nooit wat aan veranderd aan die Deel. Want kijk, hij had er ook een paardenstal voor zijn uitbreng, voor zijn groenten enzovoort. We waren reusachtige buren. Echt, ja. Oh god. En je kon hem ook nooit kwaad krijgen. Lefevre kreeg je nooit kwaad. Want dan kwam hij van achteraf, van de Deel. En dan had hij zijn kratten met sla en andijvie en noem maar op. En dan kwam hij door de poort heen. En toen was hij de stoep afgegaan. En toen bleef hij daar hangen. En toen kiepte de kar. Dus al de andijvie en de sla, die vlogen uit die kisten op de straat. God, toen zei mijn vader tegen Lefevre. God, buur, dat is toch ook wat? Nee, want ik heb het expres gedaan. Want ik wou eens kijken hoe de andijvie en de sla onder in de kisten eruit zagen. Ja, maar die ving je ook niet, hè? Die had altijd een antwoord klaar. Ja. En met de buren daarnaast, de drooggisterij? Ja, met Menasse ook wel, maar niet zo. Ja, die waren wat meer op zichzelf, laat me zo zeggen. Ja, maar verder wel. Had u hier vriendjes in de straat waarmee u speelde? Nou, hiernaast. Meestal Harm, de zoon. Harm Lefevre, ja. Maar die leeft nog. Ja, die wordt ook 80. Ja. Ja, daar speelde nog wel eens mee enzovoort. Ja. Je mocht natuurlijk 's avonds niet op straat. En het was natuurlijk allemaal makkelijk voor mijn vader. Mijn vader was 55 geweest, dus hij hoefde zijn eigen niet te melden. Morgens waren die papieren opgeplakt dat ze vanaf 18 jaar tot 55 zich moesten melden om de Leusdenweg en de kazerne. En toen kwam Vonkeman en ja, iedereen stond erover te praten. Lefevre, noem maar op. Kees van Door, noem maar op. Van de Veer, die aan de overkant woonde enzovoort. En toen kwam Vonkeman voorbij. En Herbert was een schreeuwerd. Albert niet zo, maar Herbert wel. Niet gaan, niet gaan. Ja, zegt mijn vader, dat kan jij zeggen. Want jij gaat nou naar de timmerfabriek. En je doet gauw je rode kruispak aan. Want hij was bij het Rode Kruis. En dan ben je boven de wet. Ja, dat is natuurlijk zo. Dan kan je makkelijk schreeuwen van niet gaan. Dat me niet gaan. Nou ja, goed. Mijn vader was een rustig iemand. Dus op zijn klompen. In zijn blauwe kiel. Dus die is naar de Leusdenweg gegaan. Naar het meldingskantoor gegaan, want dat was in de kazerne daar. En toen zit die daar zaten, en toen zit die officier of zoiets. U bent boven de wet, of boven de leeftijd. U kunt weer gaan. Dus die is weer terug komen lopen. En toen, ik hoorde die klompen. Ik zei tegen mijn moeder, ik zeg, er komt vader aan. Nou ja, die is hier naar binnen gegaan. En u en uw broer waren jonger dan... Ja, we waren maar jong. Ja. Hoe oud was u toen? Ik ben van 33, dus ik was toen de oorlog uitbrak 7. En mijn broer was 2,5 jaar ouder. Nu was 10.
Heeft u ook nog meegekregen dat op een gegeven moment bij Achterberg veel mensen ondergedoken zaten? Ja, dat wisten we niet hoor. Wisten we niet. Nee. En de houtzagerij, dat daar zo nu en dan dingen gebeuren? Ja, ja. Ja. Wat zijn dit, meneer Meester? Dat zijn de mallen. Kijk, dit is dan een soort kaasvaatje. En deze, die hebben we in de oorlog gemaakt. Dit is een half pond. En dit is een pond. En waarom? Dat was makkelijk voor het smokkelen. Dan maakten ze kleine kaasjes en die kon je zo in je zak stoppen. Ja. Daar hebben we er heel veel van gemaakt in de oorlog. Maar het geeft wel een andere kijk op de straat. Als je het niet weet, van dat je denkt, nou... Dat is waar. Want kijk, mijn grootouders van mijn moeder, de ouders van mijn moeder, en die hadden het nog thuis ook nog een ongetrouwde zuster, wat we zo zeggen. Die zaten in Arnhem en die moesten geëvacueerd worden. Die gingen naar Apeldoorn. En van Apeldoorn, toen zeiden ze, ja, maar dit is ook niks. We gaan naar Amersfoort. En toen zeiden ze op een open karretje met een witte vlag, met een paard, zijn ze hierheen gekomen. En die zijn hier, nou, ze zeggen wel eens, hebben ze het einde van de oorlog meegemaakt, laat me zo zeggen. Ze hebben het niet lang van plezier gehad. Mijn grootvader was een week nadat de bevrijding was, is die overleden. En mijn grootmoeder 4 weken daarna, laat me zo zeggen. Die hebben hier dan ook in huis. Ja, toen waren we met z'n zevenen. Toen werd het gevaarlijk, omdat de Engelsen voor de Valleikanaal lagen. En dan schoten ze ook op de toren enzovoorts. En noem maar op, omdat daar Duitsers op een uitkijkpost. Ja, ja, want toen vlogen de granaatscherven, die vlogen hier door dat glas. Zo hier naar binnen hoor. Maar, dit is verder. Ja, hebben we er, honger, laat me zo zeggen. Het is een ongekend feest, zo'n feest komt er nooit meer. Nooit, dat zeg ik, kan ik ronduit zeggen, de saamhorigheid van de bewoners enzovoorts. Ze begonnen hier bij Jens in de Utrechtse straat. Daar was dan, kon je kleding kopen, fluweel en dergelijke. Nou, mijn moeder heeft voor ons de pakken gemaakt, voor mijn broer en ik. Voor mijn vader de pak en voor de eigen heeft ze de pakken gemaakt. Ja. Wat voor pakken waren dat? Heel veel pakken. En we lieten onze baard staan. Ja, we liepen in de optochten met de goudse pijpen. En dat... De een die stak de ander aan. Dat was enorm. En het was een kleurrijk geheel. Er was er praktisch geen één dezelfde. Een oom die... Mijn ene oom van het haven, Roelof dan. Die was Jan Steen. Als schilder. En Dick Meester met zijn vrouw. Die ging gekleed als Rembrandt van Rijn. En dat was ontzettend leuk enzovoorts. En hoe lang duurden die feesten? Die hebben 2 maanden geduurd. 2 maanden? Ja, 2 maanden. 2 maanden. En het weer heeft ook enorm meegewerkt. Want het was... Zondagsmiddags, nou, er kwam een stortbui. Nou, en iedereen vluchtte gewoon onder de luifels en dergelijke... En even daarna was het droog. En de zon scheen weer. En we sjokten weer zo door. Wat gebeurde er op die zondagmiddagen? Gewoon. Het was verzamelen op de hof. En om 2 uur. Dan vertrok. Of Wilsgraag liep mee.
in kledij. Wilskracht was een muziekvereniging. Of Juliana, of de Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging. En die waren allemaal verkleed in eelfeestkleding. Hoeden met pluimen en dergelijke. Nou, en dan gingen ze de Lange Straat af en Zuid-Singel door, de Muurhuizen enzovoort. En dan was het zwart, zwart van het volk. Allemaal mensen die van buiten de stad allemaal hierheen kwamen om... Nou, echt, het was zo gezellig enzovoort. Ja, het was een grote kermis. Want ze hadden eigenlijk beide terreinen, hè, het voorste stuk waar nu de polykliniek staat. En dat stond ook praktisch helemaal vol. Ja, dat waren grote kermissen hoor. Ja. Hele dromme mensen door de hele straat. Ja, ja. En dan een patatkraam stond er. En dan kwam, meestal was het dezelfde patatkraam die elk jaar kwam. En dan kwam die hiernaast bij Lefevre, kwam die aardappels bestellen. En die moest dan grote bonken bestellen. En die draaide dan de hele avond hier in de machine aardappels, te bezeggen. En die bracht hij dan steeds in tijlen, bracht hij die daar naartoe. Ja, nou, ja, was gezellige tijd. En het circus? Het circus ook. Ja, dat was voor ons. Nou ja, goed, omdat we natuurlijk toch ook wat jonger waren enzovoort. Nou ja, dan gingen we kijken. Het opbouwen van de circus en de dieren die er al stonden enzovoort. Ja. Ja. Die middag, want wij aten dan, want hun schafte van 12:30 tot 1:00. En dan was het ook wel rustig en dan had mijn moeder het eten klaar en dan konden we hier eten. Mijn vader, mijn moeder en ik. En toen zegt, en we halen het op. Ja, het was februari. Het was hartstikke koud. Mijn vader, die ging daar naast de haard zitten. En toen zegt mijn moeder, die ging hier in de stoel zitten. En die wou de bril, die zetten ze af, die wou ze op de schoorsteen neerleggen. Toen zei ze, dat hebben we nog nooit gehoord, hè? Ik zei, nee. Dat was net of het begon te hagelen. Wat was dit? Dat konden wij niet zien. Maar die muur, die deed dat. Die was aan het sweepen. Ja, zei mijn moeder. Die stond op. Die wou de bril pakken. Dan kreeg ze de gelegenheid niet voor. Want woep, zei de schoorsteen. Die vloog er zo uit. Zo, het gat in. Zo. En in een reflex grijp ik de leuning van die stoel waar mijn vader in zat te slapen. En die rukte ik daar vandaan, daar naartoe. En toen stonden we, mijn moeder en ik stonden hier met mijn vader. En mijn vader die hing achterover, want die had ik alleen maar aan de leuning. Maar die zegt tegen me, wat doe je nou? Ik zei, ja, zo. En toen kon ik naar het gemeentehuis kijken. Want alles was weg. Nou, toen hebben ze mijn vader en mijn moeder van de bouw hebben ze eruit gebracht. Want alles was kapot. Gas was kapot, water was kapot, alles. Behalve de telefoon, die leiding lag aan de buitenkant. En toen zei ik tegen mijn vader, ik zei, ja joh. Ik zeg, het is triest, zeg ik. Ik zeg, het ligt in elkaar. Ik zeg, maar het wordt weer opgebouwd. Dat wordt het, zegt hij. Maar dat maak ik niet meer mee. En een week daarna bracht ik hem wel naar Rusthof. Inwendige schrik, zei de dokter ook. Dat heb je niet aan de buitenkant gemerkt, zei hij, maar inwendig is hij zo geschrokken dat het zijn dood tot gevolg heeft gehad. Dat is wel een verhaal, meneer Meester. Ja, dat is zeker een heel verhaal. Ja, maar gelukkig. Mijn moeder heeft hier nog 12 jaar goed gewoond. Nou, dan gaan we naar die kant. Ja? Oké. Okay.
Ja, hier is natuurlijk wel weer, in huis is er wel een hoop veranderd. Maar qua bedrijf, dat is praktisch zo'n beetje hetzelfde gebleven. Dat is niet veranderd. Maar bij u was nooit eigenlijk het idee van, wellicht valt er, het is toch de binnenstad van Amersfoort, veel geld voor te ontvangen. Van ik. Ja, dat wat u daar nu zegt, dat zeggen er een hele hoop. Ja. Goh, ga eruit en verkoop het. Ja. Dat heeft daar beur je en vraagt geld voor. Maar wat heb ik aan geld? Niks. Ja, wat dat betreft hoeven ze me niet weg te halen, hoor. Nee, ik vind wat dat betreft heel best naar mijn zin hier. Dit is uw plek? Ja, dit is mijn plek. Ik ben geboren en getogen hier en ik heb heel veel zien veranderen. En ik,